Waar zijn we vanavond? In de Kruiskerk in Woerden, de eerste gasloze wijk, Green Deal Gemeente. Nou, dat is een interessante oud-Hollandse term. Ik heb er nog nooit van gehoord. De Green Deal houdt in dat de gemeente zich inzet om naar een groene omgeving te gaan. Dat de gemeente Woerden aardgasvrij gaat worden in de tijd. En ze hebben gezegd dat kan op verschillende manieren. We starten met één wijk waar we gaan onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een andere warmtevoorziening te realiseren. En te kijken van waar loop je tegenaan om zo'n proces te doorlopen. En wat zijn de mogelijke alternatieven? We hebben 6 alternatieven bekeken, waarvan in het Schilderskwartier al meteen 2 afvallen. En dat is warmte-koude opslag en diepe geothermie, omdat onder het Schilderskwartier een drinkwaterbel zit. Dus onder het Schilderskwartier wordt drinkwater gewonnen voor het Groene Hart. Dus we gaan daar niet diep graven. 20.000 woningen per maand. Hoe zouden we dat gaan doen? En Woerden, klimaatneutraal 2030... Wat houdt dat precies in? Dat gaat verder dan gas? Er zijn een aantal overwegingen zijn daarin. Van onze gasinfrastructuur die hier ligt, die is op aan vervanging toe. Dus die, in 2030 zal die vervangen moeten worden. En het valt samen met ook de ambitie van Woerden zelf, zeg maar, om die transitie in die periode te gaan voltrekken. We doen daar de grote onderhoudsprojecten. En zo ook de projecten hier in de wijk. En zeker nu het project waar we mee gestart zijn, een pilotproject. Nul op de meter woning. Ja. Verantwoordelijk voor de huurhuizen dus. Ja. Juist, klopt. Ja. Wij verbeteren de woningen voor GroenWest. Verbouwen vind ik een groot woord, maar verbeteren. Ja. Het is een stukje begane grondvloer vervangen. Compleet geïsoleerde composietvloer. En dat is de eerste stap naar nieuwe gevels, nieuwe daken, zonnepanelen. En een warmteboiler. Waarom Schilderskwartier? Type woningen lenen zich voor comfortverbetering? En we hebben dus deze wijk ook uitgekozen omdat nog heel veel te winnen valt op gebied van comfort. Dus als mensen hun woning aanpakken, dan is de woning niet alleen maar energiezuiniger, maar hij is ook veel comfortabeler. En er zijn eigenlijk 2 alternatieven, stadswarmte en all-electric. Ja. Is er vanuit de klankwoordgroep of vanuit u persoonlijk een voorkeur? Ja, zeker. Die is er zeker al. En dat heeft ook te maken met het verleden van deze wijk. We hebben te maken met de grondwaterproblematiek. Die speelde zich af in 2010 tot 2015. We hadden toen een dreigende paalrot in onze wijk. En die houdt de palen rotten niet, omdat er een kleilaag ligt. En daaronder zit geen zuurstof in de grond. En als je gaat graven in die grond, dan is dus het risico dat je dat verstoort. Dat mooie wonder van Woerden noemen ze dat. Dus er zit palen rotten niet, terwijl ze wel droog staan. Daar hebben we over gesproken en ook allerlei afspraken over gemaakt. En een van die afspraken is dat er niet dieper dan 50 centimeter in de wijk gegraven mag worden. En daardoor wordt de optie stadsverwarming wordt eigenlijk al een niet haalbare optie. Want daarvoor moet je dieper dan 50 centimeter de grond in. En dus is eigenlijk vanuit de pragmatische overweging al de keuze bijna onvermijdelijk voor de all-electric variant. Onze oproep richting het Rijk is van we zijn nu zeg maar een proces aan het verkennen wat er voor nodig is. En wij delen de lessen zeg maar die wij leren. Nou, een aantal weken geleden hebben we dat ook gedaan bij de Tweede Kamer. Overigens samen met de wethouder van Woerden. Waarbij we ons verhaal toelichten van wat komen ze al tegen en wat is er dan nodig. En een van de dingen die daar wel in speelt is van als je op termijn wil dat het ook daadwerkelijk iedereen van het gas afgaat. Ja, dan heb je ook wel iets nodig zeg maar, om uiteindelijk te kunnen zeggen, hey, die laatste bewoner, die misschien, zeg maar, die misschien wel kan, hè, dat er een goed alternatief is en een betaalbaar alternatief is, maar hij wil gewoon niet. Ja, daar moet je toch een middel voor hebben om dan ook gewoon daar de wet voor te kunnen gebruiken, om die toch dan te dwingen om over te stappen op het alternatief. Ja. Waarom aardgasvrij? Ja, goede vraag. De aansluitplicht die is gewoon. Hè. Dus, iedereen heeft recht op vandaag de dag op gas. Hè. Dus dat is wel hoe het vandaag de dag geregeld is. Als je kijkt naar wat het kabinet zegt, die zegt van we willen daar een andere vorm in geven, waarbij we zeggen het gaat niet meer om een recht op gas, maar om een recht op warmte. En dat de beste oplossing, zeg maar, dat een lokale oplossing is. De belangrijkste vraag bij bewoners is vooral financieel. Wat kost het? Wat gaat dat allemaal kosten? Want we hebben niet alleen te maken met de investeringen die je moet doen om over te gaan van gas naar bijvoorbeeld elektrisch. Maar je moet van tevoren ook je hele huis goed isoleren. De huizen in de wijk zijn redelijk oud en die zijn ook moeilijk te isoleren. Dus dat gaat ook veel kosten.
Dus beide soorten kosten van isolatiekosten en investeringskosten, dat stelt de bewoners voor veel vragen. Want op welke vragen hoopt u vandaag antwoord te krijgen? Vooral de planning en inderdaad hoe krijg je eigenlijk een aardgrasvrije woning? Welke aanpassingen zijn er nodig? Ik denk dat mijn huis wat 30 jaar geleden geïsoleerd is, dat best wel eens een update mag hebben. Dat je eigenlijk zoekt naar een soort standaard oplossing voor alle huizen, want al die huizen hebben daar een probleem. En ja, of dat er kan gaan komen hè, in een woningstichting omgeving waar veel de huizen hetzelfde zijn gebouwd, misschien wel. Hè. Bent u duurzaam? Is duurzaamheid belangrijk in uw leven? Ja, dat zeker. Vooral qua kosten is het wel belangrijk voor mijzelf om die kosten in ieder geval laag te houden. Zijn jullie woningen al aardgasvrij? Nee. Nee, nog niet. Nee, absoluut niet. Misschien ga ik wel gewoon voor de ouderwetse houtkachel. Ik vind de sfeer heel gemoedelijk. Ik zie dat de mensen zeg maar best wel bereid zijn om het gesprek aan te gaan. Maar ook gewoon wel realistisch zijn. Als het geld kost, moet er wel iets komen zeg maar, wat ons helpt om die overstap te kunnen maken. En ik denk dat dat ook gewoon een reële vraag is. Wat kunnen wij eraan doen? Is het haalbaar? Ja, dat moet toch wel? Toch? Jazeker. Het gaat lukken? Daar gaan wij helemaal op mikken. Het gaat dus lukken? Daar gaan wij. Dat is mijn focus. Nou, mooi. Dank u wel. Nou, het is gelukt om in 10 jaar tijd zeg maar, heel Nederland aan het gas te krijgen. Dus in 12 jaar tijd zeg maar, de gemeente Woerden naar een toekomst te brengen. Dat is mogelijk. Maar het is ook heel taai. Dus vandaag de dag 20.000 woningen per maand zullen er moeten gebeuren zeg maar, om in 2050 alle 7 miljoen huishoudens gehad te hebben. En vandaag zitten we nog bij lange na niet op die aantallen. Dus er moet nog wel heel veel gebeuren. Is Woerden in 2030 klimaatneutraal? Absoluut. Er is nog een grote trucendoos natuurlijk. Want met de huidige technieken is het heel moeilijk om te halen in 2030. Maar er komen natuurlijk ook steeds meer innovatieve technieken aan. En de huidige technieken worden efficiënter. Waardoor we het hopelijk wel gaan halen. Nou, dat klinkt voor een ja. Voor mij als een ja. Dat mag u. Dat is een. Wij hebben de ambitie. En daar werken we met z'n allen natuurlijk hard aan om dat te bereiken. En in ieder geval voor deze wijk. Wij hebben gezegd stap voor stap energie-neutraal in 2050. En in deze wijk zetten we een stapje harder om dat voor elkaar te krijgen. Het gaat dus gewoon lukken? Als alle medewerking. Het is niet alleen Groen West. Hè? Het is een heel scala aan mensen, gemeenten, bewoners, steden. Het is met heel veel belangen te maken. Aan Groen West gaat het dus in ieder geval niet liggen? Ik denk dat wij inderdaad de flow erin moeten houden. En dat we dit met elkaar ook zullen moeten doen. Ja, laten we hopen van wel. Ik hoop het, maar ik weet het nog niet. Gaat het lukken? Ja, het is een goed doel, maar dat hangt van zoveel dingen af. Wat mij betreft wel. Voor duurzaam Woerden is duidelijk dat 2030 gehaald moet worden. Een eenduidig antwoord van de gemeente, Stedin, klankbordgroep, hebben we niet kunnen krijgen. Maar wij zijn positief en vanavond heeft zeker daaraan bijgedragen. Thank you.